En dus ze kan het vertellen ook. Vorige week zei ik op deze plek, alle mannen zijn eikel. Ja, dit ben jij. Ook ben ik dat. Ja. Wat vind jij van vrouwen? Hoeveel uur heeft je rolletje nog? Het was echt niet om uit te staan. Ik ben wel onzeker over dingen. Ik vind dit heel leuk. Hallo. De morgen, het is maandag en het is tijd voor een nieuwe vlog. Het is vlog 38 volgens mij. Vorige week niet gevlogd, vooral omdat die week ervoor was gewoon een hele goede vlog met de vierdaagse. En toen, die week daarna, heb ik eigenlijk heel weinig gedaan. Ik was één heel moe, ik heb heel veel gewerkt. En toen dacht ik, ja weet je, om nu een week te gaan vloggen dat ik alleen maar aan het werk ben en op de bank hang, Netflix aan het kijken ben, vond ik niet zo'n heel goed idee. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een weekje niks. Who cares in the end? Kijk, dit is dus de diner tent waar we gefotografeerd hebben voor Coca-Cola. Ik ben benieuwd hoe die is. De cola is in ieder geval op. Je kunt het niet normaal eten. Het is wel echt heel lekker. Nee, dit is een video, oom. Het is, oh, mijn haar zit wel een beetje charming, zie je? Oh, ik vond het wel mooi. Oh, echt? Hoe laat is het? 6:15. Zullen we gaan eten? Oh, je gaat toch wel even kijken. Nee, het eten is nog niet klaar. En dus ze kan het vertellen ook. Ja, dit ben jij. Ook ben ik dat? Ja! Volgende keer! Oké. Okay. Het is maandagavond en de kat zit weer op het dak en ik ga sporten. En aangezien ik van jullie niet meer mag vloggen in de auto, ga ik dat dus ook niet meer doen. Maar ik ga dus nu sporten en ik ben al 2 weken niet geweest. Oh my god! Dus voor jullie die allemaal mij heel veel complimenten gaven over mijn ultieme sportgedrag. Beetje veel afgelopen 2 weken en vooral na de vierdaagse. Het was echt niet om uit te staan. Oh, dan heb ik ook nog eens mijn auto gewassen. Kijk even. Oh my god. Kijk even hoe schoon het allemaal is. Maar goed, we gaan sporten. Dus let's go. Let's go. Goedemorgen. Het is dinsdag. En ik heb een shirt aan. Van de monkey. En BH aan. Say what? Super sexy. Maar ik ben onderweg naar de bakker. Hij heeft gebakjes halen. Ik heb dus gisteren gesport en nu heb ik gebakjes halen. Ik kreeg de taak. De taak. En nu ga ik meteen weer stoppen met vloggen. Want ik stap in de auto en ik mag niet meer vloggen van mezelf in de auto. Wel een beetje ballen. Ik wilde trouwens nog wat zeggen tegen jullie. Want ik heb gisteren een artikel online gepost. En gisteren heb ik het artikel gepost over mijn nieuwe platform. En ik heb zoveel goede reacties gekregen. Echt bizar. En ik ben er zo blij mee. Dus bij deze wil ik jullie allemaal bedanken. En vorige week zei ik op deze plek, alle mannen zijn eikels. Maar nu wil ik zeggen, iedereen. Nee, ik ben jullie enorm dankbaar. Ik vond het echt zo chill dat jullie allemaal een beetje hetzelfde gedachten hadden. Hoi. Ja. Twee pompoesen, 2 aardbei en een banaan. Kom maar, poesie. Kijk, kijk. Hij gaat weg. Hij gaat weg? Ja. Het is niet eng, schat. Kijk maar. Zie je? Zee. Staart. Is de staart? Vind je de staart eng? Kom hier. En even wat te eten. Ja, de kat is even aan het eten. Ik kan hier dan je eten. Maar dit vind ik ook wel echt heel leuk. Ja, die zijn. Maar dit is ook met een strik weer. Ja, dan kan je kiezen of je die wil. Of... Oh ja. Maar dit is wel echt, ik vind dit heel leuk. Morgenmiddag. Het is woensdag. En ik ben bij Cult & Ace, een PR-bureau. En ik was even hier om mijn nieuwe plannen voor mijn nieuwe platform te bespreken. En ze doen onder andere Puma. En toen mocht ik 2 paar nieuwe
Puma's of nieuwe, die er al wel langer zijn, uitzoeken. Toen heb ik dus deze gekozen. En deze in het rood. En ik heb deze zwarte echt de hele week aangehad in India. De puinhoop die ik achterlaat, dus ik ga het even opruimen. Ik ben aan het wachten op mijn afspraak bij Tamar, vriendin van mij. Want ze gaat mijn wenkbrauwen doen. Wel spannend hoor, nu ik last van. Benieuwd. Nu wenkbrauwen. Sla eten. En dan moet ik wel van die ding. Stressie. Oké. Het ziet er wel beter uit nu al. Hey, maar als mensen nou ook een behandeling bij jou kunnen willen boeken, waar moeten ze dat dan doen? Dan moeten ze op mijn Instagram kijken en dan via mijn nummer wat daar staat mij een WhatsApp sturen of bellen. Oké, en hoeveel kost het? Een behandeling wenkbrauw shapen en verven is samen €25. En dan krijg je dus deze mooie wenkbrauwen. Kijk maar even. Mooi hè? Ik vind het echt mooi. Ik moet nog even denken. Erop. Jullie gaan bier drinken. Het is 4 uur. Kippensoep normaal. Nee. Ja, we hadden eigenlijk 5 uur afgesproken. Vrijdag, oh shit man. Ja? Hallo? Oh shit, wat was net aan het stoppen. Ik ben morgen ermee. Je kent het wel, dat ene plaatje moet vervingeren. Volgens mij komt het binnen auto. Ja. Ik voel me altijd een beetje akker. Nee, dat valt goed, maar even mee. Maar 1,5 uur rijden. Nog even openbaar. Ik ben met Roy. Nee, het valt echt wel mee. Oh, en nu komt de koffie aan. Sorry. Ja, ik laat het een beetje. Ik wil dus wat aan je vragen. In mijn vorige vlog heb ik gezegd dat alle mannen eikels zijn. Eikels. Wat vind jij daarvan? Ik ben het niet mee eens. Nee? Wat vind jij van vrouwen? Hoeveel uur heeft je rolletje nog? Wat is de meest irritante eigenschap van een vrouw? Onzekerheid. Ja? Ja. En waarom? Ja, waarom? En wat vind je dan vervelend dan als ze zegt... Ja, dat zegt ze natuurlijk nooit, maar... Omdat alles draait om onzekerheid. Alles is onzekerheid. Jij? Wat vind jij van vrouw die onzeker zijn? Ben je zelf onzeker? Ik? Ja? Ik ben wel onzeker over dingen. Denk je dat ik onzeker ben? Roy, ik heb al 10 jaar. Dus... Ik denk het wel. Echt? Ik denk wel dat jij onzeker bent. Wat voor wat ben ik onzeker dan? Jij stelt heel veel vragen altijd. En dat... dat geeft mij de indruk dat je daar onzeker over bent. Dat je, wat ik dan nee, vraag. Vraag dan moment. Wel bevestiging. Met name ja, misschien ben ik wel iemand die altijd bevestiging zoekt. Is dat vervelend? Dat is ook. Oh, kijk, we gingen even... Hallo!